Hallo, ik was net in de Slim Schakel Masterclass met Wout Plevier. En daar hebben we het ontzettend naar ons gezin gehad over het onderwerp hoe houd je de medewerkers nou gemotiveerd als ze thuiswerken? Mijn naam is Elske van der Vliert en ik ben grondlegger van het CO2-afslankprogramma voor het wagenpark en de mobiliteit. En wij houden ons dus bezig met duurzame mobiliteit, maar daarin maken we medewerkers de sleutel tot succes. En hoe doe je dat? Ja, dat kan alleen maar als je gemotiveerde medewerkers hebt. Nou, ik deelde 5 belangrijke adviezen tijdens die masterclass. En als jij onderdeel wordt van de huddle van de Slim Schakel Masterclasses, dan kun je die Big 5 adviezen nog horen. Ik zal er in ieder geval 1 met je delen en dat is dat je moet blijven communiceren. Blijf met je andere collega's, blijf met je team in gesprek. En herinner ze in, waarom is het nou zo belangrijk dat we dit in dit geval thuiswerken? Waarvoor doen we dit nou eigenlijk allemaal? Maar hoe past dat binnen ons bedrijf? Hoe past dat in ons grotere plaatje qua visie? En dat is echt wel heel erg belangrijk, dat je goed contact houdt met je team. En daar kan je, en daar ben ik groot voorstander van, want dat werkt echt ontzettend goed, ambassadeurs voor inzetten. Geen ambassadeurs voor buiten, maar gewoon mensen die je zelf in je organisatie hebt. En die dat kunnen, die gewoon het contact maken met de andere mensen. Dus gebruik die ambassadeurs. Nou, de Slim Schakel Masterclasses zijn nog lang niet klaar. De volgende keer zijn Klaas-Jan Reinders en professor Arnold Bakker er. En die gaan ook vertellen over dat thuiswerken en motiveren. En die gaan nog meer praktische tips met je delen. Dus ik zou zeggen, geef je op voor de huddle van de Slim Schakel. En dan zien we je daar. Fijne dag!